Welkom bij training 7, aanleg op een drijvend voorwerp. We gaan dus vandaag aanleren leggen op een drijvend voorwerp en niet op het vlot. En dat doen we omdat het op het vlot best wel druk kan zijn, omdat veel beginnende roeiers daar leren aan te leggen. Nou, wij gaan met onze roeiers wat langere trajecten varen en dan onderweg oefenen met aanleggen op een drijvend voorwerp dus. Jij als juniorcoach regelt hiervoor boeien of halve lege plastic flessen. Je zult versteld staan als je aanleggen op het water oefent, hoe makkelijk het dan eigenlijk ook op het vlot gaat. De roeier krijgt een drijvend voorwerp mee in de boot, maar gaat eerst oefenen met de rechte lijn maken. Daarna breid je dit uit met een vliegtuigje en het leunen naar één kant. Daarna gooit de roeier voor zichzelf het voorwerp weg. De roeier richt de punt van de boot op het voorwerp en doet daarna wat geoefend is. Als het goed gaat, komt het voorwerp naast de roeier uit. En het is natuurlijk ook leuk om iemand anders het voorwerp voor de roeier weg te laten gooien. Als dit heel goed gaat, dan kan je dit ook strijkend oefenen met je roeiers. Om strijkend te kunnen aanleggen, moet de roeier een rechte lijn watervrij kunnen varen en uitdrijven in de inzethouding. Als dit niet lukt, dan heeft het nog geen zin om strijkend aan te leggen op het vlot. En hoe ging dit aanleggen op een drijvend voorwerp? Lukte het je roeiers om telkens die punt goed op het voorwerp te richten? Of ging het telkens mis en was het eigenlijk best wel frustrerend?